Waar zijn we, Ineke? Saint-Jory de Chalet. Oh, het spreekt dat weer lekker uit. Ja, ik... Jammer dan. Ja, je weet waren een beetje laat uit bed, Ineke. 9:45, man. Hoe laat, zeg je? 9:45. Ik verstond je niet. 9:45. Het hoofdgerecht was iets minder. Er staat lever in. Oniva? Ja. Oké. Okay. Niet famas, maar Oniva. Oniva. Aoi. We hebben alles. We kunnen weg. Naar Tivieres. Ja, zoiets. Zoiets. Hier vlakbij, op de fiets, boodschapjes doen. De markt zal wel voorbij zijn. Ja, je weet we waren een beetje laat uit bed, Ineke. 9:45, man. Hoe laat, zeg je? 9:45. Ik verstond je niet. 9:45. 9:45, ah. Maar het is... Ja, het is hier echt heel rustig. Mooi weer. Ik zal even de camping laten zien, een beetje. Zo. Een mobile home. Er staan twee tenten achter. Twee grote tenten. Ja, grasveld spelen. Zwembad staat erachter. En daar is de receptie. Sanitair blokje. Daar staan wij. En als ik dan een beetje naar links loop, dan is daar de uitgang-ingang van de camping. Camping, mini-camping La Petite Lande, gerund door Laura en Les. Engels stel. Maar de camping is te koop, dus ik zou zeggen, sla je slag. Het zal wel wat kosten als ze ook het huis erbij verkopen, want het huis van Les en Laura staan daar. En dat ziet er aardig groot uit. Dus je moet wel wat geld meenemen. Minicamping La Petite Lande. En wij gaan nu boodschappen doen. Zo, we zijn in het plaatsje aangekomen. We hadden al bijna bij een restaurant gezeten, maar daar waren we niet welkom. Ik denk dat we niet chic genoeg waren gekleed. Ik ga dat ook in de commentaren zetten. Ik weet welk restaurant het is. En dat ga ik niet vergeten. Maar nu gaan we een restaurantje zoeken voor een lunch. Ja. Maar ik denk dat we alweer te laat zijn. Het is 12:30, 1:15. Dus we zien het wel. Het zal niet makkelijk worden. Het is trouwens druk hoog, want het is een markt hier in het dorp. Ja, ik heb het idee dat het de hele dag is. Een mooie kerk, ja. Zeg. Zo, hier. Ja. Mooie huis daar. Nou, we ze nog wel even zo rustig bekijken. Nou, de markt zijn ze al aan het opbergen. Dus. Eerst maar eens even kijken waar we kunnen eten. Ja. Totem. Die mensen zitten allemaal gewoon te drinken, niet te eten. Nee. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor bekend Nederlands. Kanaar door. Gouden Eend. Maar we gaan het zien waar we gaan eten. Als we nog een hapje ergens kunnen scoren. Oh, nou is de bloemetjes aan het bekijken. De bloemetjes en de bijtjes. Ja, ze zijn echt... Bijna over een adder gereden. Ja. Gereden. Ja. Nou, wat een mooie fietsroute dit. Daar lopen wat koetjes in de wijn. Maar het zal weinig. Zou je niet echt goed kunnen zien. Oh, daar. Kijk, mooie bruine koetjes. Gebruik foto. Identificeer. Oeh, dat is niet zo scherp. Kruipend zenengroen. Oh, oké. Okay. Upload. Dus dat is kruipend zenengroen. Dat was deze ook, ja. Oké, nou. Verder. Ja, verder. Ik heb alles genoteerd. Oké. Handje champignons in. Oh, ik zie je. Oh, ja. Ik zag je handen niet zo. Oh. We zijn boodschappen aan het doen bij de Intermarché. Ja, is genoeg. Ja? Ja. Moeten we dat wegen of doen ze dat bij de kassa? Dat doen ze vast bij de kassa. Oké. Okay. Nee, geen lekkere snoepjes.
geen lekkere snoepjes? Koekjes hebben, we hebben nog biscuitjes. Ja, nog een hele nieuwe rol. Ja, dus... Ja, vlees genoeg, ga maar door. Kruiden heb ik allemaal al. Ja? Ja, zout hebben we ook. Olie heb ik nog. Soep? Soep, sausen, salades, ja. Allemaal wel, niet. Kaarsjes. Hebben we nog. Hebben we ook nog. Dat eten wij. Ik koop het wel, maar ik eet het niet. Zo, het heeft net het is middag, ruim in de middag. De hele tijd geregend. Het is best wel nat hier. Maar goed, dat neemt niet weg dat we de afwas moeten doen. Dus dat doen we dan maar eventjes, hè Ineke? Ja. Dit servies gaat het lang vol. Hoe heet dat spul ook alweer? Melanine of zo. Zo, terwijl Ineke de stofzuiger leegmaakt in de prullenbak, kijk ik een beetje naar buiten. Zonnetje breekt een beetje door. Dat zou mooi zijn, zeg. Ja, je wat? Ik zeg, jij bent de stofzuiger aan het legen en ik zeg het zonnetje breekt een beetje door. Dus, maar ik zal nog wel even binnen zitten blijven. We hebben ook niet zoveel te doen vandaag, dus tenminste niet in huishoudelijke taakjes. Ik heb vanmorgen de toiletcassette nog even geleegd. En Ineke gaat zo stofzuigen, denk ik. Dan ga ik nog maar eens eventjes wat op de computer doen. De nieuwe vlog bijvoorbeeld in elkaar zetten. Wie weet. En dat is goed te zien daar. Een zuinig zonnetje, een waterig zonnetje, maar... Ach, we vermaken ons hier prima. Het is vandaag dinsdag 14 mei. Vrijdag 17 mei gaan we weer verder. Waar zijn we, Ineke? Saint-Jory de Chalet. Oh, het spreekt dat weer lekker uit. Ja, ik... Jammer dan. Maar daar zijn we in een restaurant. Auberge Saint-Georges. Oh ja, die ja. Ja, en we gaan lunchen. Op zijn Engels waarschijnlijk. En dit is Engelse eigenaar. Ja. Dus, we zijn benieuwd. Ja. Dus dat. We hebben lekker gefietst. Heuveltje op, heuveltje af. Het was gelukkig droog. Ja. Want het was de laatste paar dagen veel regen gehad. Het voorgerecht zit erin. Was lekker. Zeker lekker. Met garnalen, salam, geitenkaas, feta. Feta. Ja, dat is geitenkaas. Griekse. Prima. Van Griekse geiten. Ja. Ik ga mijn tas voor Pekki afmaken, maar tegen de tijd dat ze dit ziet... Heb ik er misschien al? Af. Maar er zijn er nog niet bij in Nederland. Nee. Oh. Nou, dat zal niet veel schelen trouwens. Lekker gegeten, Ineke? Heerlijk gegeten. Ja. Voorgerecht was heerlijk. Hoofdgerecht was iets minder. Er zat lever in. Maar het toetje maakte alles weer goed. Ja, maar waar staat de lever in? Want dat is niet in de salmgebrel natuurlijk. Nee, tussen de aardappeltjes volgens mij. Nee, dus de boontjes. Boontjes, de haricot vert. Ja. Ja. Ik dacht even een flashback met boontjes met spek. Ja, en... Van vroeger. Ja. Gaan we niet zeggen. Gaan we niet zeggen waar. Maar die zijn dicht, die doen het niet meer. Oh nee, die zijn dicht, ja. Ja. Gaan we niet zeggen. Nee. We zijn klaar met eten. Ja. Nagerecht was lekker, vorige keer was goed. Doen we nog een koffietje? We doen nog even een koffietje, ja. Laat dat maar wel even doen. En dan gaan we weer aan die rit naar... naar de camper. Ja. En gaan zoals gezegd opruimen. Oh ja, het was echt heuvelachtig. Ja, maar ik denk dat het terug wel mee kan. Ja. Vond ik bij de andere nativier ook al meevallen. Ja. Dan gaan we de boel opruimen, want we gaan morgen verder. We gaan morgen naar... Bouillaleuf. Zijn we al een keer geweest? Ja, bij Mike en Marian. Ja, Marian volgens mij.
Ja, zou kunnen. Of Mirjam. Nee, maar Jan. Nee, maar Jan. Jan. Ja. Maaike en Marjan. Nou, zijn we er klaar voor? Ja, we hebben boodschappen gedaan. En nu alles opgeruimd. Ja. En nu gaan we naar Buurleuf. Buurleuf. We zijn nu bij de... Ja, het is warmer dan we gedacht hadden. De Lidl. Hij zegt 17 graden, maar... Tiffiers. Ja, het is inderdaad warm, ja. Ja. Maar... Oniva? Ja. Oké. Okay. Niet Famas, maar Oniva. Oniva. Awi. Hé, hey Orno, vertel eens, wat gebeurde er nou net? Nou, we werden gebeld in één keer door een onbekend nummer. Ja, en meestal denk je daarna, neem niet op. Maar... Neem niet op, maar ik dacht dat het iemand anders was die wij net hadden geprobeerd te bellen. Ga links op de rotonde. Maar die was het niet. Het was iemand uit Nederland, maar die ook in Frankrijk is. Sterker nog, die achter ons rijdt. Ja, in een camper. In een camper. En die gaat richting de Loire. Oh. En die gaat een beetje achter ons aan, denk ik. Komt wel deze kant op ook. Maar om een lang verhaal kort te maken. Ja, die belde ons op. Die vond het leuk. Die zag achterop onze camper staan, ons plakbandpensioen. En die dacht van, kom, laat ik die eens bellen. Dus dat heeft hij gedaan. Ik ga eens even kijken of ik dat via de spiegel... Meter. Ga rechtdoor over de rotonde. Tweede afslag. Je ziet de camper wel, maar hij is wel ver weg. Ja. Nou. Dus, maar we proberen Mike te bellen van... Buurleuf, van de camping. Du Lac, Buurleuf. Dus, maar hij neemt niet op, dus we moeten even geduld hebben. Hij is misschien druk. Hij is misschien druk. Ga rechtdoor over de rotonde, tweede afslag. Kijk, daar hebben we Marjan en Mike. Hey, goedemorgen. Nou, het moet ook gewerkt worden. Het moet ook gewerkt worden, ja. En hey, hoe dan. Grappig is het dat onze buren... Oh, ja. Onze buren hebben achter op hun caravan het volgende staan. Nou, is dat niet grappig?